Meneer Roemer. Dank u wel, voorzitter. De premier heeft terecht gezegd dat er twee grote thema's zijn, economie en de instabiliteit en daardoor de vluchtelingenstroom. Dat hebben we gisteren, dat tweede punt, in de Kamer ook gezien. In extremo werd er een heel verhaal neergezet waarop aan de andere kant gereageerd werd, wat ik erg onverstandig vond, met een applausmachine. Dat geeft aan dat mensen nog steeds verder uit elkaar en tegenover elkaar gezet gaan worden. Terwijl we natuurlijk op zoek moeten naar oplossingen voor al die mensen die een veilig heen komen zoeken, maar ook begrip moeten hebben voor mensen die in twee dagen in hun achtertuin een tentenkamp zien komen. Wat ziet de premier nu als premier van alle Nederlanders? Hoe ziet hij zijn rol in deze? Ja, voorzitter, ik ben dat overigens met de heer Roemer eens. Het zijn precies de twee zijden van de medaille van dit grote vraagstuk. Aan de ene kant om een fatsoenlijke manier ervoor zorgen dat we die vluchtelingenstroom in goede banen leiden. Dat we zorgen voor structurele oplossingen. En ik ben blij dat in Europa daar nu ook draagvlak voor is om dat probleem niet onmiddellijk, maar wel zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En tegelijkertijd heb ik heel veel begrip voor mensen die zeggen, bij zo'n grote instroom van mensen van buiten, een asielzoekerscentrum wat ineens wordt gebouwd of aangelegd in mijn dorp of stad, wat gebeurt hier? Daar heb ik zeer veel begrip voor. En de oplossing die ik daarvoor heb, is dat wij met elkaar ervoor moeten zorgen dat zowel voor de korte termijn wij alles doen wat noodzakelijk is om dit een goede baan te leiden. Mensen terugsturen die terug moeten. Mensen die hier mogen blijven zo snel mogelijk integreren in deze samenleving. Ervoor zorgen dat Griekenland en Italië hun verantwoordelijkheid nemen, dat Oost-Europa zijn verantwoordelijkheid neemt. En belangrijker nog, voor de middellange termijn ervoor zorgen dat wij uiteindelijk die asielstromen kunnen laten opdrogen, doordat mensen in de regio kunnen blijven, zodat inderdaad, zoals ook Europa nu heeft besloten, mensen op die grond kunnen worden teruggestuurd naar veilige havens. Meneer Roemer. Voorzitter, dat is allemaal mooi en allemaal waar misschien. Maar mensen die zitten te kijken, zien hier nu een politicus op afstand. Terwijl mensen nu persoonlijk dingen voelen. De mensen die hier op zoek zijn en op de ene plek zich welkom voelen, op de andere plek niet. Mensen die zich echt zorgen maken over een omvang in hun dorp en of dat wel allemaal haalbaar is. Die verwachten een premier met een menselijk gevoel, met een menselijke maat, dat hij er naartoe gaat. Dat hij begrip toont, dat hij met oplossingen komt en niet met politieke vergezichten van ergens in Europa of nog verder weg. Mijn vraag was concreter. Wat gaat een premier van alle Nederlanders voor de mensen betekenen en beide zijden om te voorkomen dat we steeds verder uit elkaar gedreven worden waar we gisteren hier al iets van zagen? Voorzitter, daarvoor is van belang dat we met elkaar erkennen dat met deze toegenomen instroom van vluchtelingen dat ertoe leidt dat mensen in het land zich zorgen maken, dat we die zorgen erkennen, dat we daar begrip voor hebben. Die delen wij misschien zelfs ook met hen. Dat wij er tegelijkertijd als politici voor aan gehouden zijn en toegehouden zijn om die vraagstukken in goede baan te leiden, zowel voor de korte termijn. En daarvoor is het van belang. Er is nu sprake van mogelijk een Europese Raad volgende week. Als die er komt, dan moet daar dus ook gesproken worden over al deze vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat als mensen zich in Italië en Griekenland melden, dat het goed gaat. Dat als mensen zich hier melden en ze mogen niet blijven, dat ze zo snel mogelijk teruggaan. Dat als mensen wel mogen blijven, dat ze ook zo snel mogelijk integreren in dit land. En tegelijkertijd, en de heer Roemer doet dat een beetje af als niet belangrijk. Daar ben ik niet met hem eens, voorzitter. Ik vind dat wel heel belangrijk. Moeten wij ook laten zien dat we er met elkaar in slagen om voor deze mensen een veilig opvang te bieden in de regio, zodanig dat ook die overtocht op die wankele bootjes met vaak of in te veel gevallen doden tot gevolg, we hebben die verschrikkelijke beelden gezien, dat we dat kunnen voorkomen. Meneer Roemer. Tot slot, voorzitter, laat de premier zich de komende dagen dan ook zien op al die plekken. Op al die plekken waar mensen enerzijds de handen uit de mouwen steken om mensen terecht op te vangen en te zorgen dat ze een goed onderkomen krijgen, maar ook mensen, met mensen te praten die zich zorgen maken over wat er in een dorp of stad gebeurt. Ik ben als minister-president heel veel op pad. En ook voor dit onderwerp zal ik altijd aandacht hebben. Daar kan de heer Roemer op rekenen.